Goedemorgen mensen, fijn dat u kijkt, want dit filmpje is om mij voor te stellen als Koos van Dichteren. Dat is een pseudoniem dat ik volkomen legitiem heb bedacht en dat u dus niet zal tegenkomen in de burgerlijke stand. Maar wilt u meer uitleg, dan nodig me maar uit. Straks komen de gegevens bij de aftiteling. Ik doe dit want mijn ambitie is om te doen wat ik leuk vind en dat is optreden met mijn gedichten voor een klein of een groter gezelschap. En dat is gewoon leuk. Als u mij zo ziet, denkt u misschien, moet zo'n oude man nog zo'n ambitie hebben? Nou, oud is zo betrekkelijk, hè. Ik heb er nu pas tijd voor en ik ben jong genoeg voor nog een loopbaantje. Misschien heb ik wel een taak als opa en als zodanig begin ik maar met een paar kinderversjes. De eerste pindakaas. De campingbaas is stapeldol op pindakaas. Vanmorgen op zijn bordje lag een broodje met dik hagelslag. Dat heeft hij om 7:00 gewoon aan iemand weggegeven. Want jij weet best, die campingbaas die heeft toch liever pindakaas. Er is niks mis met hagelslag. En als het aan zijn vrouwtje lag, dan nam hij ook wel oude kaas. Maar och, wij kennen die campingbaas. Die eet zich klem in de pindakaas. Lekker klem, eigen schuld, dikke bult. En dan voor de hele kleintjes een limerick. Mijn favoriete format. Gaat over een lieve poes in Goes. Er woonde eens een keer in Goes een grote lieve moederpoes. Die had 7 kleintjes, die zaten vol geintjes. Ze hadden wel altijd een smoes. Maar goed, nou ben ik aan de limericks en dat is ook mijn, zoals ik zei, mijn favoriete dichtvorm. Ik geef 3 voorbeelden. Een ja-knikker te Schonebeek, die niet zo braaf was als het leek, zei: laat ze maar stikken. Ik wil niet meer knikken. Hij schudt nee sinds vorige week. Een lichte kooi te Krabbedijken liet steeds meer van haar schoonheid blijken. Ze vatte al gauw een stevige kou. Ik zei nog, laat mij je kijken. En nou toch in Zeeland ben ook de tuinman die met pensioen ging. En een tuinman in Sint-Arendskerke werd 60 en hield op met werken. Men moest hen verbieden om ooit nog te wieden, behalve dan buiten de perken. Oké, limericks, dat is aardig. Dat zijn altijd grapjes. Maar ik heb ook wel gewone rijmen van AABB en zo. En die kunnen gaan over liefde, politiek, dieren en van alles. Ik doe even iets met politiek. Niet dat ik zwaar geëngageerd ben, dat ben ik niet, maar ik volg soms dingen met belangstelling en ik heb ook wel eens inspiratie. Het volgende versje moet gezongen worden en dat is nou een probleem, want ik ben geen zanger. Maar nou moet het er toch maar, want iedereen kan zingen. Als Geert Wilders komt, dan stuurt hij alle Turken uit Amsterdam. En als ik dit gedichtje nou helemaal uit zou maken, klaar zou maken, dat is het nog niet, dan doe ik dat nou maar niet, want daar zit een gevaar in. Het zou kunnen dat er in de verdere tekst dingen voorkomen die door de Wilders-aanbidders als stekeligheidjes worden ervaren en dat is niet mijn bedoeling. Ik heb hier even over nagedacht en als ik de term populisme mag gebruiken, dan wil ik even stellen dat daar misschien wel niet altijd erg veel gevoel voor humor insteekt. En dan is het aardige dat deze maatschappelijke stroming deze eigenschap gelijk heeft met datgene wat ze bestrijdt, namelijk orthodoxie. Dus populisme en orthodoxie zijn niet dik bevriend met humor. Is dat niet een aardige one-liner? Maar nee, nou eventjes serieuze politiek. Afghanistan. Ik was een beetje in de war naar die tv uit Kandahar. En daar ik mij versmeerd had
nam ik een warm Jalala bad. Nu zit ik schoon weer in de stoel, dan laat ik mooi kaboel kaboel. Zo rijm ik wat zo nu en dan, bijvoorbeeld van Afghanistan. Misschien valt het u op dat ik transparante versjes maak, strak in rijm en ritme, en dat wil ik ook. Er zitten geen moeilijke verborgen gedachten in, gewoon eerlijk ronduit. Maar daarom niet als uitsmijter, de uitzondering die de regel bevestigt, toch een dubbele bodem. En die is zelfs heel diep. En dat heet bommelding. Ze vonden ooit eens in de bommel iets wat een bom leek in de rommel. Ze dachten dat ze het wel wisten. Natuurlijk weer die terroristen. Vandaar dat ik dit liedje zing. Het was gewoon een bommelding. Hebben we nog tijd voor een niet-machientje? Ja hoor. Ik deed mee aan de loterij. Die prijzen pasten best bij mij. De trekkingsdag kwam dichterbij. En er ontstonden grote dromen hoe ik van dat geld af zou komen. Het was zover. Was het nu raak? Dus ik naar die sigarenzaak. Toch nog een mooie prijs misschien. Die teller was een niet-machine. Nou, zo zie je dat je zonder kleinkunstacademie-diploma, daar wil ik ook te graag even in hebben, toch nog wel een beetje lol kunt trappen. En bedankt voor uw aandacht. En hier is de beloofde aftiteling met mijn, als u het lezen kunt, gegevens om mij te bereiken. Lukt dat zo, Gerard? Ja hoor. Oké, dan staat het erop. Ik dank u voor uw aandacht. En hopelijk tot ziens. Dag.